Nou, als je hier rondkijkt en even aan de dichtgespijkerde ramen voorbij gaat, je ziet hier al iets van knusheid, van een kapel die hier zou kunnen groeien. Die bomen die vormen dat al. Nou, stel je daarvoor een kapelletje daaronder waar je gewoon in stilte kan zitten, alle tijd voor jezelf. Zo'n plek lijkt verdacht veel op een klooster, maar dat is toch niet meer van deze tijd? Ja, voor sommige mensen is het natuurlijk het symbool van een gesloten wereld, afgezonderd, ver weg. Maar ons ideaal is een plek waar je op adem kan komen om juist weer die wereld in te gaan. Met nieuwe ideeën, met creativiteit en met een beetje geloof dat het allemaal niet voor niks is. Dat je iets goeds kan doen. Kaljou en zijn vrouw betrekken zelf de leegstaande pastorie naast het recreatiegebied. De rest wordt gesloopt. De gebouwen die verdwijnen, die zijn heel oud, die zijn helemaal op. En dan komt er iets wat duurzaam is. De plannen zijn al behoorlijk concreet. Dit is de pastorie. Hier komen wij te wonen. Dit is een aanbouw. Daar gaan we beginnen met stiltemomenten en meditatie. Dit zijn de gastenverblijven. Hier is het jongerenverblijf. Hier willen we 4 jongeren laten wonen die dan actief zijn in de gastenverblijven. En dit is de kapel. Ja, hier willen wij een huis voor jongeren bouwen. Het zijn jongeren die thuis op de bank zijn komen te zitten na een opleiding en eigenlijk ook niet verder weten van wat kan ik nou en hoe ga ik verder. Ambtelijk heten ze nuggers en dat staat voor niet uitkeringsgerechtigden. De gemeente kent die jongeren ook niet, omdat ze geen uitkering krijgen. En ze staan niet ergens in een of andere administratie. Daardoor vallen ze ook buiten beeld en is het moeilijk om ze op te sporen. Dat is gewoon lastig. Het Huis van Vriendschap heeft contact gelegd met instanties en toekomstige werkgevers. Het gaat uitdrukkelijk niet om jongeren met problemen. Wij hebben hen te bieden dat ze een plek krijgen waarin ze praktisch aan de slag kunnen. En waarin ze ontdekken van, hé, maar wat ik doe, dat doet ertoe en dat wordt gewaardeerd. En zodat zij daarin kunnen groeien. Zeggen van, ik ga er wat van maken, op deze manier kom ik verder. In de gemeente Hellendoorn gaat het om 300 jongeren. Die waarschijnlijk thuis zitten, zonder werk, zonder uitkering en ja, vooral op de bank hangen. En waarom trekt de kerk zich het lot van deze jongeren aan? Ja, wij vinden dat iedereen een kans moet krijgen. En juist die mensen die over het hoofd gezien worden, die buiten beeld vallen, we willen helpen om die weer in beeld te krijgen en een plekje te geven.